Goedenavond, welkom bij een nieuwe aflevering van Focus. Het programma waar het accent gelegd wordt op de activiteiten die voor u van belang zijn. Vandaag in Focus. President benadrukt diversiteit bij kranslegging 168 jaar Chinese immigratie. RGD presenteert herstelplan aan regering. Topoverleg tussen legerbevelhebbers Suriname en Guyana. Regering heeft uiterst de best gedaan om energietarieven lager te krijgen. En meest recente COVID-19 maatregelen voor 4 weken geldig. Suriname is een bromkijari met een diversiteit aan verschillende bevolkingsgroepen uit de hele wereld. Dit is onze trots en zegen, dat we in alle saamhorigheid met en naast elkaar kunnen leven. Zo sprak president Chandrika Persat Santokhi op woensdag 20 oktober 2021 ter gelegenheid van 168 jaar Chinese vestiging in Suriname. Het staatshoofd legde in dit kader een krans bij het vriendschapsmonument aan de Jagannath Lachmanstraat. President Santokhi bleef ook stilstaan bij de relatie tussen Suriname en China. Hoe definiëren we het in historisch perspectief? Ik denk dat 168 jaar niet niks is. Ik denk dat de dag toen, 168 jaar geleden, dat de eerste 18 mensen hier zijn aangekomen, dat voor hun ook iets nieuws is. Het is een uitdaging, er is heel veel durf voor nodig geweest. Maar dat betekent wel dat er een feitelijkheid heeft plaatsgevonden dat de eerste Chinezen in Suriname zijn aangekomen. Ik denk dat deze dag een focus moet zijn voor de Chinese samenleving in Suriname. En voor de Surinamers dat deze specifieke groep deel uitmaakt van de Surinaamse samenleving. En ik ben sowieso voorstander van de immigratiedagen voor verschillende bevolkingsgroepen. Het geeft de attentie aan die specifieke groep. En het heeft te maken met de verscheidenheid in eenheid gedachte. We hebben steeds gehad over eenheid in verscheidenheid. Maar als je het omdraait, de verscheidenheid in eenheid. En dat is precies wat we nodig hebben om uit deze pandemie te komen. We gaan het samen moeten doen. Yes, ik kan me helemaal terugvinden in wat mijn collega heeft gezegd. Het is eigenlijk een trots van Suriname dat verschillende bevolkingsgroepen in harmonie en vrede samen hier leven en samen het land ontwikkelen. Het is onze trots, het is onze bromkijari. En we moeten dat behouden. 168 jaar terug waren 18 Chinese contractarbeiders gekomen. En ze zijn gebleven. Ze hebben Suriname helpen ontwikkelen. En vandaag de dag zien we eigenlijk dat de Chinese groep een deel uitmaakt van de bromkijari. In alle sectoren zien we de voetsporen van de Chinese groep. Daar hebben we het niet alleen binnen de ondernemerswereld, maar ook bij de notarissen bijvoorbeeld, advocatuur, medisch, onderwijs, etcetera. Zelfs in de politiek. Zelfs in de politiek. Ja, en dus daarom zien we eigenlijk dat een deel is. Het is niet apart, maar het is het geheel. En dat moeten we blijven behouden. Kijk, het is bijzonder. We zien ook dat de president vandaag aanwezig is hier. En het komt niet vaak voor dat de president aanwezig is. En dat is ook een teken van de vriendschappelijke relatie tussen de twee landen. En China heeft Suriname weliswaar altijd ondersteund. Niet alleen de afgelopen 10 jaar, maar daarvoor ook. Met een heleboel grensprojecten. Kijk, NIS is ook een ander voorbeeld van een grensproject van China. En de ondersteuning gaat door. En de samenwerkingsverband gaat ook door. Op basis van wederzijds vertrouwen en respect. Moet de relatieverband versterker worden. Bosko po samo achari na winawang. Winawang. Trafas no de. Wins opet tatam komo po.
visa zit ik onder de boom. En ik denk dat dat de belangrijkste boodschap is vandaag de dag. Zeker ook met de diversiteit aan culturen die we hebben. Dat wij er door deze economische situatie, door deze pandemie, er samen doorheen zullen moeten komen. En we moeten elkaar koesteren. Kijk, dat was mijn campagne slogan geweest. Mijn naam is Wang en Wina Wang. En dat is de eenheid die we moeten bundelen. En absoluut geen verdeeldheid. Vooral in deze moeilijke situatie. We hebben alle bevolkingsgroepen nodig. We hebben iedereen nodig om samen ons land te ontwikkelen en Suriname tot een hogere hoogte te brengen. Het gezond maken van de regionale gezondheidsdienst RGD heeft evenals voor de regering hoge prioriteit bij de leiding van deze gezondheidsinstelling. Om de regering te informeren over de stand van zaken rond de gezondmaking van de RGD heeft er op dinsdag 19 oktober 2021 een breedvoerig onderhoud plaatsgevonden. Tijdens deze ontmoeting op het kabinet van de president heeft de RGD-leiding haar herstelplan gepresenteerd. De intentie is om de knelpunten van de RGD structureel aan te pakken. Wij brengen u het volgende verslag. Zoals u aangeeft, hebben we vandaag wederom een aanzet gedaan tot het herstellen van RGD. En dat is gedaan middels het presenteren van een herstelplan. We hebben dus gefocust op het verbeteren van zowel de diensten van de RGD, maar ook de imago van de RGD en met name het feit dat de RGD financieel doorgelicht zal moeten worden op basis van projecten die wij zullen moeten gaan uitvoeren namens de RGD. Maar u weet, alvorens je zal overgaan tot uitvoeren van projecten, zal je de grondslag eerst goed moeten regelen en daarom een herstelplan. Wij gaan dus focussen op met name om meer inkomsten voor de RGD, bezuinigingen waar nodig natuurlijk. En dat we dus op een gegeven moment niet meer moeten rennen naar de minister van Financiën voor subsidie. Integendeel moeten wij dus afdragen aan de staat. Inderdaad hebben we dus gesproken over ontwikkelingsprojecten vanuit de RGD. En dat hebben we gedaan middels het presenteren van wat projecten. Het gaat niet 1, 2, 3, zoals we dat allemaal weten. Het gaat niet makkelijk in het land, financieel-economisch. Maar we moeten er naartoe gaan en ontwikkelingsprojecten, die zullen zijn met name het kijken naar eventuele samenwerkingen met particuliere lab en apotheken. Alleen maar dat we het samen doen en dat we dus meer inkomsten voor de RGD kunnen krijgen. Maar ook gaan we kijken naar de preventie van de gezondheidszorg. In ieder geval heeft minister Ramadan dus aangegeven dat hij zeer content is met het feit dat we hebben aangegeven waar wij naartoe willen gaan. Het is nog niet wat het wezen moet. U weet het, een herstelplan gaat niet van dag op dag. Maar hij heeft dus aangegeven dat hij content is met de manier waarop wij dus zijn bezig geweest met het plan. We hebben erover nagedacht, we hebben strategische doelen gepresenteerd aan hem. We zullen nog in overleg treden met de minister, maar ook met de adviseurs namens de president, om te kijken waar wij dus het herstelplan zullen moeten aanscherpen, bijstellen. De RGD heeft haar plek ingenomen binnen de samenleving. Ik denk dat die plek nog steeds bestaat. De RGD is nog steeds uniek, omdat de RGD bestaat uit 50 polyklinieken binnen de totale Surinaamse gemeenschap. En de RGD biedt zorg in de kustvlakte, maar ook in districten. Ik denk dat we daarop gaan moeten blijven focussen. En met name de zorg die de RGD biedt aan de gemeenschap. De slogan van de RGD luidt zorg dicht bij huis. En ik denk dat we dat moeten blijven propageren. Op uitnodiging van de Guyanese legerbevelhebber brigadier Godfrey Bes vertoefde een Surinaamse militaire delegatie onder leiding van de waarnemend bevelhebber van het Nationaal Leger, kolonel Henry van Axeldongen, in Georgetown, Guyana, voor een bilaterale vergadering op maandag 18 oktober 2021. Deze ontmoeting had tot doel het bevorderen van de samenwerking tussen de beide legerorganisaties op verschillende gebieden. Het betreft onderzoek en ontwikkeling, logistieke ondersteuning, gezamenlijke grenspatrouilles, als ook militaire trainingen en opleidingen. Kolonel van Axeldongen onderstreept dat sterke partnerschappen
tussen de twee landen een goed en effectief instrument zullen zijn bij het bestrijden van de veiligheidsdreigingen en uitdagingen. Naast het werkoverleg kreeg de Surinaamse delegatie afgelopen maandag ook een rondleiding in het Defensie-hoofdkwartier Basecamp Ayangana. Met betrekking tot de positie van vrouwen in het leger benadrukte kolonel Van Akseldongen dat het beleid van de Surinaamse krijgsmacht gericht is op het creëren en in stand houden van gelijke ontwikkelingskansen voor zowel mannelijk als vrouwelijk personeel. Met kolonel Van Akseldongen reisden ook mee luitenant-kolonel Lea Paris, majoor Leon Klaverweide en sergeant-majoor Martin Tjongakong. De regering heeft haar uiterste best gedaan om de energietarieven lager te krijgen. Zij is er verantwoordelijk om de energiesector te rationaliseren en gezond te maken voor de toekomst. Het voorgaande zei minister David Abiyamofo van Natuurlijke Hulpbronnen op donderdag 14 oktober 2021 in de Nationale Assemblée. De bewindsman heeft er begrip voor dat delen van het parlement tegen de nieuwe tarievenmethodologie zijn. Echter is de regering, net als hun, er ook om de belangen van de samenleving te dienen, zegt minister Abiyamofo. Ik heb er begrip voor dat we tegen de nieuwe tarievenmethodologie kunnen zijn. Dat we tegen de aanpassing van de energietarieven kunnen zijn. En ik weet dat uw leden hier de belangen van de samenleving behartigen, zoals lid Gayadin heeft aangegeven. Maar voorzitter, de regering ook. De regering is er ook om de belangen van de samenleving te behartigen. En dat doen we dagelijks. Onze verantwoordelijkheid is ook om de energievoorzieningssector, voorzitter, te rationaliseren, gezond te maken, voorzitter, ready te maken voor de toekomst. En dat op zich, voorzitter, heeft ook te maken met de belangen van deze samenleving behartigen. Dat is de exercitie die we hebben uitgevoerd, die is geresulteerd in een nieuwe tarievenmethodologie en daaruit zijn er nieuwe tarieven gerold, voorzitter. Ik heb liever dat ik u verras met een lagere rekening, voorzitter, dan dat ik u verras met een hogere rekening. En dan ziet u, er zijn momenten, er zijn posten in het systeem die misschien lager soms en andere, op andere momenten hoger zijn gebudgeteerd. Omdat we rekening houden en ook omdat we niet kunnen voorzien. Internationaal, zelfs analisten kunnen nu geen voorspelling doen over wat gaat gebeuren met die olieprijs. De impact die het wederom opengaan van economieën wereldwijd door de vaccinatiegraad, ja, die is moeilijk, die impact is moeilijk in te schatten, voorzitter. Vandaar dat we niet krap hebben, niet een krap budget hebben. EBS moet verder gaan besparen, hebben we al gezegd, in de operaties. En het proces van aanbestedingen moet transparanter. Voorzitter, maar de conclusie is dat voor een significante daling van de tarieven, we moeten kijken naar het budget voor subsidie dat de overheid heeft. De regering zal daarover een besluit moeten nemen en misschien kan uw college helpen nadenken daarover. De subsidie gaat ook richting subjectsubsidie, naar de juiste definitie van het woord. Ja? Dus niet alleen, niet meer een subsidie voor iedereen. Daarvoor moeten we goed in kaart brengen de gezinnen en bedrijven die in problemen komen, voorzitter. En dat kan via de departementen van Sociale Zaken en Economische Zaken. En daarom roep ik op om die stemverheffing om te zetten in samenwerken, voorzitter.
ideeën over hoe de zwakke gezinnen, de zwakkere bedrijven te identificeren en tegemoet te komen. Ik wil de samenleving verzekeren, voorzitter. Ik wil de samenleving verzekeren dat we ons uiterste best hebben gedaan om de tarieven omlaag te krijgen. Het is geen besluit van NH, zoals ik lees op verschillende fora, social media. Het is geen besluit van NH geweest om de subsidie op 500 miljoen te houden. Het is een besluit van de regering. En dat was in het kader van de rationalisatie van de overheidsfinanciën. De subsidie zou worden afgebouwd en 500 miljoen SRD zou beschikbaar zijn. Voorzitter, daarmee ben ik samen met mijn deskundigen aan het rekenen geslagen. Op basis van een budget van 500 miljoen dat beschikbaar was voor subsidie. We hebben geen invloed op de olieprijs. We hebben geen invloed op de goudprijs. We kunnen staatsolie niet verplichten, voorzitter, om tegen een lagere prijs te verkopen. Dat is hoegenaamd niet mogelijk, voorzitter. Vanwege de convenanten, onder andere die staatsolie heeft. Indien we daartoe zouden overgaan, ja, on arm's length. Indien we daartoe zouden overgaan, voorzitter, kunnen de kredietverstrekkers gelijk hun geld opeisen. Dat is waar tegen we aan kijken, voorzitter. We hebben geen invloed daarop. De meest recente COVID-19 maatregelen zijn voor 4 weken geldig. In essentie zijn de maatregelen van de vorige periode verlengd. Het uitgangsverbod is vanaf 18 oktober tot en met 15 november dagelijks van 9 uur in de avond tot 5 uur in de ochtend. Voor de duidelijkheid mag men zich gedurende deze periode van 5 uur in de ochtend tot 9 uur in de avond begeven op de openbare weg. Het is aan ieder verboden zich in de periode van 3 november 2021 om 9 uur tot en met 5 november 2021 om 5 uur in heel Suriname op de openbare weg te begeven of te bevinden. De algemene maatregelen zijn hierbij nog steeds van kracht. Het dragen van mond- en neusbedekking buiten het eigen huis is verplicht, met name bij het betreden van ruimten. Neem de 1,5 meter fysieke afstand, de zogeheten COVID-19 afstand, altijd in acht. Was regelmatig uw handen met zeep en water of gebruik een handsanitizer. Het wordt nog steeds dringend geadviseerd om thuis te blijven en slechts voor noodzakelijke werkzaamheden, medische noodgevallen of het doen van noodzakelijke boodschappen uit huis te gaan. En denk eraan, vaccinatie is nog altijd de juiste keus. We zijn gekomen aan het einde van Focus. Bedankt voor uw aandacht. Goedenavond.